Hartelijk welkom bij deze meditatie op kerstavond of wanneer u het op kerstdag hoort, waarin ik wil proberen met u binnen te gaan in wat het geheim is dat wij vandaag, vannacht, vieren. U hebt misschien ook wel de ervaring in uw leven dat er momenten zijn waarop je eigenlijk door elkaar geschud wordt. Of dat er dingen gebeuren die jouw leven een totaal andere wending geven. Zo staat er geschreven van de kerkvader Augustinus dat hij een visioen had bij het zien van de Bijbel. En hij hoorde een stem die hem zei: neem en lees. Nou, dat klinkt dan als een heel bijzonder gebeuren. En dat is natuurlijk voor de betreffende mens zeker het geval. Maar wat ik u wil zeggen is dat wij misschien allemaal wel dergelijke momenten kennen, hebben gekend. Voor mij was een heel bijzonder gebeuren dat ik inderdaad ook een boek opsloeg waarvan ik meende dat het mij dichter kon brengen bij het Joodse Bijbelse denken. En het was een boek van een rabbijn, Abraham Heschel, en dat droeg als wonderlijke titel: God roept de mens. En ik vind dat bijzonder om dat op dit ogenblik met u te delen. Ik kom uit een tijd dat je theologie studeerde en, zoals ik het dan zelf ervaarde, op zoek was naar God. Maar als ik deze rabbijn, deze Bijbelgeleerde, beluisterd, dan was al die moeite van mijzelf om dicht bij dat geheim van God te komen eigenlijk te vergeefs. Want hij vroeg mij om me om te draaien en om te beseffen dat ik niet op zoek was naar God, maar dat God de mens zoekt. Dat heeft een omslag in mijn leven gegeven. Ook een omslag in het lezen van de Bijbelse woorden. Op deze dag wordt er gelezen uit het begin van het evangelie volgens Johannes, waar geschreven staat: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Als ik het zo hoor en uitspreek, lijkt het de beschrijving van een verre, afstandelijke werkelijkheid waar ik naar kijk, waar ik van hoor. Totdat ik een vertaling las die getrouwer is aan de Hebreeuwse tekst en waarin staat: in het begin was er een spreken. En toen werd ik wakker. Want als er gesproken wordt, dan moet je luisteren. Als er gesproken wordt, is er sprake van een verbinding met diegene die spreekt en de mens, ikzelf, die luistert.
Een ommekeer betekent dat. En als ik nadenk over de teksten die vandaag in de liturgie gelezen worden, dan treft mij ook hetzelfde. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Wat ik hier hoor is iets als die ommekeer. Als je al zou denken dat het getier en het geraas van de volken, waar Psalm 2 zo prachtig over spreekt, dat dat ophoudt doordat er ander geweld tegenover staat, dan kom je bedrogen uit. Want dat wat die kwade krachten van die drijvers en het geweld dat mensen kapot maakt, verandert, dat is een kind. Een zoon ons geboren, op wiens schouders de heerschappij rust. We worden aangesproken. En de vraag is of wij willen luisteren. In het begin was er een spreken, licht dat voor ons aan wil breken, ruimte voor de mensen schept en een antwoord in ons wekt. In het begin was het te horen, als een stilte zonder woorden, die aan onze deuren klopt, ons een wederwoord ontlokt. Een ommekeer dus, zoals zo vaak in de Bijbelse teksten gehoord kan worden. Het gaat om een wereld omgekeerd, maar vooral om mensen die zich omgekeerd hebben, die ook in hun denken zich door andere dingen laten gezeggen. Mensen die er weet van hebben dat zij geroepen worden. En dat ze geroepen worden om te antwoorden. Je wordt niet geroepen met groot geweld, ik zei het al. Maar door iets wat weerloos is. En het heet hier en vandaag een kind. En om dat weerloze te onderstrepen,
wordt het geboren in den vreemde. Daar waar een vijandige macht, de Romeinen, heerst. En het wordt ook niet geboren in de veilige beschutting van een huis, maar ergens op het veld in een stal. Een kribbe. Maar geen valse romantiek. Geen vertedering die het houdt bij dat kleine alleen. Nee, verwondering over dat wij aangesproken worden door dit kind, door dit weerloze mensenkind. Wij worden uitgenodigd om het licht te zien waar het donker is. Of zoals het lied zingt, in een kind gaat het beginnen. Licht zal chaos overwinnen. Roept ons tot verwondering. In een lied vol huivering. In een kind dat wordt geboren, wil de ene bij ons horen. Toont hij ons zijn aangezicht. Wonen mensen in zijn licht. Daarom geeft de profeet Jesaja aan dat kind wat geboren wordt koninklijke, ja, goddelijke titels. Hij noemt hem wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader. Vredevorst. En zegt van hem: groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Het is in dat kleine, in het weerloze, dat we uitgenodigd worden licht te zien in de duisternis. Nieuwsgierig te worden naar, zoals het ook in het evangelie verteld wordt,
wat er van dit kind moet worden, zoals zijn moeder Maria dat ergens in het evangelie zegt. Een uitnodiging voor ons allen om ook in deze vreselijke dagen van oorlog, van geweld, van onderdrukking, van onmacht, ons toe te vertrouwen aan wat dit mensenkind ons te zeggen heeft. Want het zal ons wijsheid leren. Het zal ons leren welke weg we kunnen gaan die naar gerechtigheid en naar vrede voert. Nee, Kerstmis is geen romantisch feest. Het is wel een feest wat de wereld op zijn kop zet. Want niet in grootheid moeten we het zoeken, maar in het kleine, in het geringe, in wat in velerlei ogen niet telt in deze wereld. Dat we daarop kunnen hopen. Want dat betekent dat we in het licht van zijn daden, van zijn woorden gaan leven. En al in de jonge kerk is er ooit een lied gemaakt. Een lied dat zingt van het vriendelijk licht. En misschien is dat wel het allermooiste beeld dat we mogen meenemen in ons leven van God, van dat geheim van leven, dat het een vriendelijk licht is dat ons omstraalt als de warmte van de zomer. Huid waarin we willen wonen, licht dat ons tevoorschijn haalt. Vriendelijk licht dat ons verwarmt in het midden van de winter. Wijken doet de kille stilte die ons dodelijk verlamt. Vriendelijk licht dat ons omspeelt, zich ontvouwt in alle kleuren. Mensen in het bont gebeuren, hun gezicht en ziel hergeeft. Vriendelijk licht dat ons voorgoed aan elkander doet verschijnen. Harten opent voor de kleinen, met Gods ogen kijken doet. Ik wens u toe van ganse harte dat u zult kunnen wonen in dit licht. Een vredig kerstfeest gewenst.